Met regelmaat krijg ik de opmerking dat ik mijn filmpjes post om puur en alleen geld te verdienen. En ja, ik verdien natuurlijk wel geld met mijn filmpjes, maar er is ook nog een keerzijde van de medaille: ze kosten ook geld. En eigenlijk wil ik vandaag even een inzicht geven in wat het nu oplevert en wat het nu kost eigenlijk. Om een filmpje te maken, daar komt eigenlijk meer bij kijken dan je denkt. Er is best veel apparatuur voor nodig om een fatsoenlijk filmpje te maken. En er is ook best wel wat tijd voor nodig. Nou, die twee dingen, dat kost natuurlijk het ene en het ander. En dat krijg je terug via bijvoorbeeld reclameinkomsten. Als we zo eens even kijken naar wat ik de afgelopen 12 maanden heb verdiend. Zoals je ziet op het scherm, dit is de periode 1 september 2019 tot 1 september 2020. Maandelijks kreeg ik daar een bedrag voor overgemaakt. En maandelijks deed Google een betaling aan mij. De betalingsdrempel ligt op 70 euro, dus heb je meer dan 70 euro in een maand verdiend, dan beur je iedere maand geld. Waar komen deze verdiensten nou vandaan? Nou, deze komen bijvoorbeeld uit mijn eigen website. Als je daar kijkt bij de tips, ik klik gewoon wat aan, dan zie je daar een advertentie staan. En ook onderaan de pagina staat er één. En bij mijn video's staat er ook eentje onderin. Dat is ongeveer 20% van de inkomsten. En het andere is gewoon het YouTube-kanaal. Wanneer verdien je geld op YouTube? Met minimaal 1000 abonnees. Ik heb er iets meer dan 6000. En als al je video's bij elkaar 4000 uur per jaar bekeken worden. Nou, dat haal ik ook wel. Dus 80% van dit maandbedrag komt uit ongeveer YouTube en 20% komt ongeveer uit mijn website. Al deze bedragen bij elkaar opgeteld, dat is ongeveer 1770 euro. 1770 euro, dat klinkt per jaar natuurlijk wel gewoon gezellig. Daar kun je leuke dingen mee doen maar daar moet natuurlijk ook gewoon een beetje geld vanaf. Zo heb ik Photoshop. Dat kost mij even spieken 725 euro per jaar. Is dat alleen Photoshop? Nee, ik heb van Adobe heel de Creative Suite. Ik gebruik ook met regelmaat Premiere Pro. Daar is dit in uh, afgemonteerd. Ik gebruik Lightroom, ik gebruik Audition, ik gebruik After Effects en ik gebruik nog wel meer pakketten uit die cloud. Dus op zich, die investering van 60 euro per maand voor de hele cloud, die is voor mij wel gerechtvaardigd. Gebruik ik dat dan ook voor andere dingen dan alleen de filmpjes? Ja, tuurlijk. Ik fotografeer zelf ook, ik film ook. Daar gebruik ik het natuurlijk ook voor. Als ik voor uh, een flyer maak of zoiets, ja, dan gebruik ik daar die software natuurlijk voor. Daar is hij voor. Um, dat is 725 euro. Dat gaat al allereerst af van die 1770 euro. Zit je op iets meer dan 1000 euro. Nou, om dat filmpje te maken heb je natuurlijk ook spullen nodig. Je hebt een computer nodig. Je hebt een beeldscherm nodig. Uh, een toetsenbord, muis. Dat is natuurlijk peanuts. Maar die computer kost ook wel al gauw 1200 euro. Dat scherm 250 euro. Uh, er staat een, een nas met een stelharde schijver erin. Dat is bij elkaar misschien ook al wel 1000 euro. Dat zijn. Uh, Investeringen die moet je doen en die gaan natuurlijk wel een paar jaar mee, maar over het algemeen moet je dat na verloop van tijd ook gaan vervangen. Dus die kosten die heb je ook. Heb je daarnaast nog voor het opnemen de software. Ik gebruik Camtasia, dat kost 250 euro, is eenmalig gelukkig, maar na verloop van tijd die software verouderd. De nieuwe versies kunnen meer, kunnen leukere dingen. Dat wil je ook doen. Dus na een paar jaar vervang je dat ook. Maar om het allemaal in te spreken heb je een uh, microfoon nodig. Nou, je kunt het met een heel klein goedkoop USB-microfoontje doen. Sommige uh, YouTubers doen dat. Dat hoor je ook wel terug, vind ik. Je kunt ook gewoon voor een uh, fatsoenlijke oplossing kiezen. Ik heb een uh, koptelefoon met een microfoon eraan, zodat ik makkelijk kan zien wat ik aan het doen ben. Uh, ja, het ding kost ook 350 euro. Achter die koptelefoon en voornamelijk achter die microfoon zit ook weer een heel stukje soundprocessing. Je ziet daar een klein beetje hiervan staan. Wat doet die soundprocessing? Dat vormt mijn stem eigenlijk een beetje. Dat maakt het mooier dan dat het daadwerkelijk is. Maar ook dat spul, dat kost allemaal geld. Tel je al die dingen bij elkaar op, dan zit je misschien al wel op 5000 euro. Dus dan heb ik het over computer en de techniek erachter om dat in te spreken. Stel dat dat 5 jaar meegaat, sommige dingen gaan korter mee, vervang je sneller, sommige dingen gaan wat langer mee, dan zit je ook weer op 1000 euro per jaar. Plus die 725 euro voor Adobe, dan zit je al op 1725. Zet je dat weg tegen de inkomsten van 1770, dan hou ik dus 50 euro in het handje over. Heb ik het nog niet gehad over fotoapparatuur, ik heb natuurlijk ook gewoon een camera, ik heb Twee uh, camera's om te fotograferen. Ik heb er eentje om te filmen. Ik heb overal gewoon lenzen bij. Je moet licht hebben. Uh, het geluid, het microfoontje waar ik het nu mee opneem, dat telt allemaal mee. Dus dat is misschien uh, samen met die 5000 euro van apparatuur wel 10.000 euro apparatuur. Ook dat spul, dat slijt allemaal. Ik hoef je niet uit te leggen dat een, dat een fotocamera na een aantal jaar gewoon op is. En ik gebruik de mijne uh, niet gruwelijk intensief. Uh, hij is nu. Ik denk vijf jaar oud, mijn hoofdcamera, dat is een Canon 5DS. Hij hoeft nog niet vervangen te worden. Maar als het zover is, ja, dan gaat dat ook weer gewoon 3,500 drie, euro voor de camera zelf kosten. Of als ik overstap op Mirrorless, dan kost me dat veel meer. Want mijn lenzen moet ik of met een adapter gaan gebruiken. of ik moet al mijn lenzen gaan vervangen. Nou, je beurt er natuurlijk nooit zoveel meer voor terug. Maar je moet wel het hele pakket weer kopen. Dus de kosten. Ja, staan niet uh, in verhouding tot die 1770 euro inkomsten. Um, eigenlijk moet er dus gewoon nog geld bij. Is dat een ramp? Nee, tuurlijk niet. Het is hartstikke leuk om te doen. Ik kan veel mensen helpen met uh, mijn kennis, ik ben zelf ook ooit begonnen. Toen was er nog niet veel. Veel YouTube, Facebook bestond nog niet. Um, er waren wel fora op, uh, op internet. En daarvan kreeg je dan van andere mensen hulp. Dus zo heb ik ontzettend veel geleerd in het begin. En ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, ik, ik beschik inmiddels wel over een fatsoenlijk niveau. Laat ik mijn kennis dan ook gewoon met andere mensen delen. En ik doe dat op manieren zoals dat nu uh, populair is. Met filmpjes over Photoshop bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk in een notendop wat ik dus even wil vertellen. Dus de mensen die zeggen van ja, leuk en aardig. Je wil hier je filmpjes spammen om uh, geld te verdienen. Ja, prima. Dat klopt. Heb je 100% gelijk in. Natuurlijk wil ik geld verdienen met mijn filmpjes. Want ik wil de kosten een beetje binnen, uh, binnen de perken houden. Dus mijn, mijn webhosting is 190 euro per jaar. Het spul moet ook allemaal wel gewoon betaald worden. En als ik dat soort dingen gewoon de. de, de ja, de terugkerende kosten, zoals Photoshop, zoals mijn webhosting. Als ik dat allemaal gewoon terug kan laten komen via advertentieinkomsten, dan vind ik het al lang best. Zoals je zag, ik verdien 1770 euro in de afgelopen 12 maanden. En daarvoor heb ik 6000 abonnees voor YouTube. Wil je echt gewoon puur en alleen hiervan leven? Dan ga maar uitrekenen hoeveel abonnees je nodig hebt. Dan red je het gewoon niet alleen puur in het Nederlands talig over fotografie, Dan het blijft gewoon eigenlijk een hobby spel wat je erbij doet. Gelukkig fotografeer ik ook nog gewoon 40 uur voor een baas waar ik heel gelukkig mee ben. Dus dit is eigenlijk maar gewoon peanuts. De uren die ik erin steek, daar wil ik het ook nog even over hebben. Zo'n filmpje maken als dit, dat, dat kost ook al gauw 2, 3 uur. En het is misschien een filmpje van nog geen 10 minuten of zo. Maar vergis je daar niet in. Een screencast van, van een 5 minuten gaat al gauw anderhalf uur werk in zitten. Laat staan dat ze 20 of 30 minuten zijn. Ga ik een cursus maken over fotografie? Daar ben ik mee begonnen. Het eerste deel is gepubliceerd. Dat kost nog veel meer tijd. Daar zit een heel traject in van voorbereiding. Dat zijn, zijn tientallen uren. Het opnemen, het afwerken. Al die tijd komt erbij. Dus ik ben misschien ook nog wel gewoon. Nou, gemiddeld genomen, vijf uh, tot tien uur bezig met, uh, met het maken van de filmpjes door de week. Uh, want je moet ook een beetje research doen. Die tijd die moet je ook eens wegzetten tegenover de inkomsten. Kun je die gewoon beter spenderen bij het vullen van vakken in de supermarkt? Nou, dan verdient dat misschien netto gezien wel meer. Maar dit is natuurlijk veel leuker. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!